Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik ben nu in de studio en ik heb twee hele interessante gasten vandaag. Namelijk de heren Comphalius en Baan. En met hun ga ik praten over een congres dat morgen donderdag gehouden wordt in Hotel Torarica. En dit congres gaat over teeltechnieken, zaden en irrigatie op maat voor de duurzame landbouw in Suriname. Straks gaan we praten over het congres, maar eerst laat ik u kennis maken met deze heren. Meneer Baan, die is voorzitter van de stichting DONS en dat staat voor Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname. Ja. En meneer Comphalius, die is de coördinator. Dus we beginnen bij de voorzitter. hoe bent u erop gekomen om zo'n stichting op te richten? Ik heb het zelf niet opgericht. Hij bestaat al heel lang. Ik ben pas een paar jaar geleden ben gevraagd als voorzitter te worden in die club. Ik was een keer geweest op een uitnodiging om op het congres te gaan praten. Het congres is al jaren aan de gang. Elke keer in oktober, Hendrik. Ja. En wat mij ontzettend raakte is, ik ben een tuinbouwman. Mm. En ik ben met gezonde voeding bezig. Mm. En in Nederland zijn Surinamers de grootste bevolkingsgroep met last van diabetes 2. Dat weten we. Ja. En ik kom uit Suriname en dan hoor je dat hetzelfde verhaal zo is. Maar het bijzondere van de tuinbouw in Suriname is, heel veel zaden komen uit China of andere goedkope landen. De kassen komen uit India. De bestrijdingsmiddelen komen uit Brazilië. En we spreken Nederlands. En Nederland is best wel goed in tuinbouw. En ik heb een tuinbouwbedrijf zelf. Ik heb 300 medewerkers. En we exporteren over heel de wereld. En die kennis, ja, die moet je niet van Nederland houden. Die moet je eigenlijk voor iedereen delen. Nou, dan heb je een land dat Nederlands spreekt. We hebben heel veel goede tuinders. En het loopt niet lekker in de tuinbouw. Nou, ja. Dus toen werd ik voorzitter. Oké. Hoe lang? Ik ben nu 3 jaar voorzitter. Drie jaar voorzitter. En het loopt? Het wordt steeds spannender en steeds leuker, ja. Oké, maar het is de eerste keer dat u dus gaat meedoen aan het congres in Suriname? Nee. Elk jaar doe ik mee en elk jaar heb ik ook mijn toespraak. En elk jaar praten we weer over wat hebben we nu bereikt en wat zijn de volgende stappen die we gaan. Oké. En meneer Comphalius, u bent de coördinator, dus ja. U bent degene die uitvoert. Ik ben degene die uitvoert, mm-hmm. Bedenkt. Ja. Bedenkt en uitvoert. Ja, oh, oké. Okay. Ja, en... dit congres heeft als thema teeltechnieken, zaden en irrigatie op maat in Suriname. Ja. Dat zijn hulpvragen van de kleine landbouwers in Suriname die daarmee kampen. Mm-hmm. En daar willen we de aandacht ook voor geven, ja. Aangeven, omdat de noodzaak groot is. Ja. We gaan morgen gaan we het veld in om de kleine landbouwers te bezoeken. Mm-hmm. Die kampen met een aantal problemen. Oh. En dan proberen we ter plekke oplossingen te geven en adviezen te geven. Oké, dus als ik het zo beluister, jullie zijn niet theoretisch, jullie zijn echt praktisch bezig. We zijn bezig. Praktijkmensen. Praktijkmensen, ja. Praktisch. Jullie houden niet van praten, maar meer doen. Nee. Ik praat graag, maar dan over techniek. Oké. Maar u bent landbouwer. Ja. Maar dat zou ik niet achter u zoeken, lijkt meer op een professor. Je weet toch, zo wetenschappelijk. Maar hoe is uw interesse ontstaan in de landbouw? Dat is een mooie vraag. Mijn vader heeft in Nederland in de Tweede Wereldoorlog de oorlog overleefd als wees. Een soort van wees. Zijn ouders leefden wel, maar door te eten uit de natuur vandaan. En als kleine jongen ging ik met hem altijd mee de duinen in bij Haarlem. En dan legde hij uit wat je kan eten. En ik vond het heel gewoon dat je plantjes uit de natuur kan eten. Maar mijn vriendjes vonden het heel raar. En dus ik heb altijd gedacht, ik ga biologie studeren, maar het werd uiteindelijk landbouw. En ik heb met dat vak heb ik in zo'n 100 landen mogen werken. En daar word je wel een beetje wijs van. Wereldwijs qua zaden en qua tuinbouw en qua eten en culturen en zo. Ja. En zo is bij mij ontstaan. Oh, ik denk dat heel veel Surinamers goed naar u moeten luisteren. Want hier lijkt het erop alsof landbouw nog een beetje ondergewaardeerd is. Ik wil geen landbouwer worden. Dat hoor ik in Nederland ook vaak hoor. Okay. Als je in China 3 hoog achteraan belt en je zegt ik kom uit Nederland, dan zeggen ze, oh, tuinbouw, want in China zijn we heel beroemd. Als je in Den Haag zegt ik ben tuinder, dan zeg je, joh, kon je niet leren? Oh my god. Ja, inderdaad, dus niet alleen in Suriname. Nee, dat is overal in de wereld. En alleen wat we met z'n allen vergeten is, die tuinbouw is de basis van de mensheid. Ja. Vroeger,
als wij ons eigen eten moesten verzamelen 170.000 jaar geleden. En je had dus, je had geen Kalashnikov. En je had geen gimpies. Mm. En je liep in je blote kont. Mm-hmm. En wat kan je dan vangen? Mm-hmm. Echt niet een buffel. Ja. Je vangt een muisje, een ratje. En je eet met name planten. Mm-hmm. En ons lichaam is niet veranderd door die eeuwen heen. Door die tientallen eeuwen heen. Door die miljoenen jaren. Door die duizenden jaren. Dus wij moeten eten zoals ons lichaam gemaakt. Dat is planten, planten, planten. Ja. En af en toe een heel klein beetje dierlijk eiwit. Maar niet in de vorm die we nu eten. We eten veel te veel dierlijk eiwit en veel te weinig planten. Oh. En daar komen die ziektes vandaan. Oké. Okay. Onder andere diabetes type 2, Diabetes type 2. Ja. Maar we zoomen in op meneer Comvalius. Ja. Want wat doet hij in het dagelijks leven naast coördinator van Stichting Dons? Dan ben ik ambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer. En ik moet zorgen dat heel veel mensen aan het werk komen. Oh. Dus ik moet zorgen dat er voldoende werk is. Voor de mensen en ik moet zorgen dat, dat er matches ontstaan tussen werklozen en bedrijven die bepaalde banen zoeken. Dat zouden we goed kunnen doen ook in Suriname ja, over dat betreft. Is het net als een uitzendbureau? Nee? Het is een simpele vorm van een uitzendbureau. Mm. Alleen wordt het door de gemeente betaald. Door de gemeente. Ja, maar u woont in Nederland, maar jullie zijn beide hier om een congres te organiseren in Suriname. Dat vind ik geweldig. Ja, ik ben, en waar komt het vandaan? Ik ben een geboren en getogen Suriname. Ik heb tot mijn 11e jaar heb ik hier in Suriname gewoond. Waar? Mahoniland. Kombe. Ik ben een kind van Kombe. Oké. Jajasranama. En ik heb op de Peters en Paulus school gezeten. Ah. Ja, dus ik, de band is altijd gebleven. En een aantal jaren, vanaf 2006, kom ik naar Suriname. Omdat toen een aantal ontwikkelingen speelden waar we ons druk om maakten in Suriname. Ja. En we hebben toen op basis daarvan hebben we Stichting Duurzame Ontwikkeling opgericht. Een van de problemen die toen speelde was het kwikgebruik bij de goudwinning. Yes. En van daaruit zijn we daar verder gekomen. We hebben een groot congres georganiseerd in 2008. En van daaruit zijn we steeds projecten aan het doen. En een van die projecten die daaruit voort is gekomen is de jaarlijkse uitreiking voor de duurzaamste landbouw vanaf 2013. Vanaf 2013? Ja. Vanaf. Ik vraag me af waarom ik er niet eerder echt van heb gehoord, want ik vind dit geweldig. Dat jullie landbouwers op zo'n manier stimuleren. En het werkt? Het is heel echt. Kijk, als ik bij een tuinder ben, dan kan ik makkelijker dingen uitleggen dan een minister van Landbouw. Dat is voor mij veel moeilijker. Ja. Maar tuinders, daar kan je heel goed mee praten. Mm-hmm. En ook omdat die mensen echt in hun vak zitten, elke dag met die planten bezig zijn. En ik ook. Dus wij kunnen met planten praten. Ja. Oh. Praten ze geven antwoord? Als je nou goed naar ze kijkt wel, ja. Oké, maar u heeft aangegeven, van jongs af, hè, de interesse te hebben gehad. Heeft u zelf kinderen? Hebben ze die interesse overgenomen? Ik heb 4 kinderen van 3 in het bedrijf. En ik heb wel kleinkinderen die met mij de kas in gaan. Dus dat is mooi, een hele familiebedrijf. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Nee. Heel rijk. Ik vind het geweldig dat u, als directeur van een groot tuinbedrijf, toch uw krachten en uw kennis hier wil delen in Suriname. Ik heb hem verleid om zich in te zetten voor Suriname. Dank u wel. Ja. Wanneer bent u voor het eerst naar Suriname gekomen? Ik denk 5 jaar geleden. Mm-hmm. Ja. En toen was u verkocht? Ja. Mm-hmm. Ja, het is, ik had me eigenlijk nooit in verdiept. Want Zuid-Amerika hoort niet bij mijn gebied. Ik werkte aan Afrika en Midden-Oosten en Azië. En ik kwam hier en ik dacht, ja jongens, we spreken Nederlands. We hebben het allemaal over tuinbouw. Vroeger was er heel veel relatie. En in de harten is Suriname ontzettend verbonden met Nederland. Mm. Ja. Ja, over en weer. En die tuinbouw laten we nu helemaal overgaan. Dat kan niet. Mm. En ik ben in Nederland best wel een belangrijke tuinder. Dus ik trek ook mensen mee. Dus ik heb dus nog een tuinders mee nu. Een hele goede bloemkoolboer uit Nederland. Oh. En die wil ook gewoon voor de lol. Gewoon, het kost niks. We willen graag helpen. En datzelfde met die zaadbedrijven. Die zaden is de basis. De beste tuinen met slechte zaden kan eigenlijk niet produceren. Ja. Je begint met goede zaden. Daar is Nederland toevallig ook een heel groot bedrijf in, land in. En heel mooi, vorige week heeft een Nederlandse meneer, Simon Groot, die heeft een heel groot zaadbedrijf in Azië gebouwd, East West Seeds, heeft de Nobelprijs gekregen voor de tuinbouw. Dus de World Food Award. Okay. Om aan te geven hoe belangrijk die zaden zijn voor kleine boeren in de wereld. Ja. En ik hoorde u zeggen aan het begin van vooral voor diabetes type 1. 2. 2. Ja. Oké, wat is de link? Nou, wat ik begrepen heb, als je dus voldoende bladgroenten consumeert,
dan kan het leiden tot vermindering van diabetes type 2. Maar de goede uitleg kan je het beste aan deze deskundige. Ik ben echt iemand vanuit het veld. Ja, en het belangrijkste vind ik in ieder geval dat kleine boeren precies weten wat ze aan het doen zijn. En dat we advies geven op gebieden waar ze tegenaan lopen. En een goede uitvoering vanuit de kleine landbouw leidt tot goede en gezonde zaden. En de rest kan meneer Baan daarover vertellen. Het is een keten. Mm-hmm. Kijk, een lifestyle gebonden ziekte, zoals diabetes 2, kwam 100 jaar geleden amper voor. Mm-hmm. Ja? Nou kan je lifestyle gaan oplossen met medicijnen. Daar worden farmaceutische bedrijven heel blij van. Ja? Maar je kan ook oplossen met lifestyle. Mm. Eigenlijk zoals het hoort. Yeah. Nou, je moet eten waarvoor je gemaakt bent. Mm. Je moet een paard geen koe laten eten, dat gaat niet goed. Nee. Ja? Je moet een koe ook geen paard laten eten, dat hoort ook niet. Yeah. Je moet eten wat hoort te eten. Dat is dus eten wat bij je lichaam hoort. Mm. Veel planten en een beetje dierlijk eiwit. En niet zoveel suiker, want dat had je vroeger niet. Ik bedoel, er is een hele historie van Nederland met Suriname. Dat ging over de waarde van suiker. Suiker in die tijd was €500 de kilo. Mm-hmm. Nu is suiker 17 cent de kilo. En suiker is lekker. Suiker is een heel goed product om te conserveren. Ja, als je ergens suiker toevoegt, bederft het minder snel. Mm-hmm. Dus het zit overal in. Het lekkerste wat je kan eten is een roomijs met karamelzout. Mm. Ja, je proeft hem. Mm-hmm. Suiker kost 17 cent per kilo, zout kost 2 cent per kilo en room kost 80 cent per kilo. Mm-hmm. Ja? En het eten op alsof het goud is. Yeah. Maar eigenlijk is het gif voor ons lichaam. Okay. Dus het kost moeite, maar ik zie dat groente geïmporteerd wordt nu uit Amerika. Daar slaat alles op, dat kunnen we makkelijk in Suriname doen. U heeft een klimaat gegeven om heel veel groente te kunnen telen. U heeft het meeste water van de wereld. Mm-hmm. Ja, u heeft vlakke bodem. Ja? We kunnen hier eigenlijk alles telen wat mogelijk is. Beetje ingewikkeld, regenseizoenen enzovoorts. Beetje bescherming maken, dat kan. Mm-hmm. Vervolgens moeten die groenten verkocht worden. Als mensen geen groenten eten, hebben die boeren het eigenlijk voor niks gedaan. Maar als die artsen nou gaan zeggen, die huisartsen, let op je voeding. Eet meer groenten. Stop met dat suiker. Stop met dat altijd verwerkte voedsel uit de fabrieken vandaan. Mm-hmm. Want het verse voedsel wordt in Suriname gemaakt. Dan zult u zien dat de gezondheidskosten in Suriname in de komende 10 jaar... dramatisch omlaag gaan. En dan is eens de tuinbouw is dan niet de producent van groenten, maar is de producent van gezondheid. Ja. En daar profiteert iedereen van. En dan wordt tuinbouw ook weer sexy. Ja. En dan gaan kinderen het leuk vinden. En dan gaan we hier de cultuur beginnen. En als Suriname echt goede groenten maakt, is de Caribbean een geweldige locatie om te verkopen. Je vraagt je af waarom het niet echt lukt. Het gaat lukken. Het gaat lukken. Het gaat lukken. We gaan naar het congres. Teeltechniek, zaden en irrigatie. Wie doet er allemaal mee aan het congres? De doelgroep zijn bijna alle kleine landbouwers die gewoon gezond aan het telen zijn. En dat zijn veel duurzame landbouwers die proberen duurzaam te telen. Dus zonder pesticiden en biologisch. Dat is één. Beleidsmakers vanuit de LVV die zijn ook uitgenodigd. Journalisten en alle geïnteresseerden op dat gebied van land- en tuinbouw. Ja. Wat ik wel belangrijk vind, is dat de jeugd ook massaal ook aanwezig is. Want je hebt heel veel jonge telers. Mm-hmm. En die willen zoveel mogelijk informatie tot zich nemen om verder te kunnen gaan. Mm. We hebben 2 van de jonge telers die eigenlijk het boegbeeld aan het worden zijn van jonge telers in Suriname. Mm-hmm. Dat is Farsha Boucharat en een van de genomineerden die we morgen gaan bezoeken. En dat zijn mensen die ideeën hebben van waar moet een bedrijf aan voldoen? Wat zijn de technieken die je voor kan gebruiken? Want de landbouw is niet alleen maar chap, chap, chap werk. Nee, maar het wordt steeds op een makkelijke manier ook gedaan. En in dat kader gaat mijn zoon, die gaat ook een korte presentatie geven waarom de jeugd in de landbouw belangrijk is. Mm. En ik denk dat we die kant op moeten gaan. Mm-hmm. En dat we de landbouw zoveel mogelijk faciliteren. Ja. Met kennis en ervaring. Ja. En dat is eigenlijk het werk wat we aan het doen zijn. Mm. En daarvoor hebben we een aantal sprekers ook uitgenodigd. Een belangrijk onderdeel van het programma is de uitreikingen aan de duurzaamste landbouwer. Ja. En dat geeft heel veel kracht en motivatie van mensen om door te gaan. Mensen die houden ervan om successen te zien. Als het goed gaat, dan gaan mensen dat ook doen. Ja, maar voordat u verder gaat, een stap terug. Hoe worden de mensen genomineerd? Wat zijn de criteria? Nou,
Hoe worden ze er komt een vacature of een advertentie in de krant. En daar worden een aantal criteria genoemd waar je aan moet voldoen voordat je kan inschrijven. Ah. Dat zijn duurzaamheidscriteria. En daar wordt ook meteen ook aangegeven wat de eerste prijs, als je eerste prijs hebt gewonnen, krijg je €2000. De tweede prijs is €1000 en de derde prijs is €500. En ik mag het gewoon gebruiken of heeft het een speciaal doel? In je arealen gebruiken. Okay. En het wordt gecontroleerd. Niet op vakantie. Ja, ja. Okay. Ja, en we gaan dan een paar maanden daarna gaan we op bezoek om te kijken hoe het besteed is. Ah. En tot nu toe zijn alle winnaars vanaf 2012 maken goed gebruik van het geld. En je ziet de vooruitgang bij die mensen. Ja. En we zijn nu op dit moment bezig om alle boeren vanuit die tijd gewoon te mobiliseren. En te zorgen dat er kennis en overdracht wordt gedaan in een bepaalde ruimte. Waardoor de progressie doorgaat. Ja. We willen netwerken. Mm-hmm. Het is echt een netwerkbijeenkomst. Iedereen kent elkaar inmiddels ook. En als we die jonge boeren actief kunnen krijgen. En er zijn best wel aardige groepen met elkaar. Hoor, en die ook al één keer de maand met elkaar komen. Als je elkaar elk jaar een heel klein beetje helpt. Dan gaat het heel hard. Want de tuinbouw is echt een fantastisch vak. Het is echt leuk om voor te werken. Maar wat voor soort gewassen worden geteeld? Van alles. Alles? Van alles. We hebben van sopropor, taaierblad, bitaviri, van alles. Maar kwalitatief hele goede gewassen. Maar ook heel veel fruit wordt geteeld. En dat is iets belangrijks. Omdat ik vind dat we te weinig fruit hier consumeren. Mm-hmm. Als je de hotels hier in Paramaribo, is allemaal import. Mm-hmm. Terwijl we heerlijke fruitsoorten hebben, die moeten we gaan inzetten. Mm-hmm. En dat zijn we dus nu aan het doen en dat zijn we aan het promoten. Er zijn verschillende districten die super vruchtbaar zijn. Daar moeten we optimaal gebruik van maken. Want ik hoorde u praten over redidotti. Nou, dat zijn de ananassen, hè? Ja, 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 ja. Maar als men aan zaden wil komen, dus... Ja, dat is het meest ingewikkelde. Mm-hmm. Want er zijn heel veel tomatenzaden en lang niet alle zaden zijn geschikt voor zaden. Dus wij doen dus proeven met boerenzaden en tuinders om dus de goede rassen te kiezen. En we hopen echt met de kennis van de Surinaamse ministerie van Landbouw samen te werken dat we naar een goed sortiment kunnen komen. En dat we straks een soort van aanbevolen rassenlijst hebben van als je die tomaten teelt in die grond met die aaltjes of met dat probleem, is het probleem opgelost. En dan zijn we heel ver. Dus net wat ik eerder zei, jullie praten niet, jullie doen, want jullie geven de landbouwers tips en jullie begeleiden ze. Ja, zoveel mogelijk, ja. En daarom is het belangrijk dat we echt in het veld waren om te zien waar de kleine boeren tegenaan lopen. Ja. Ze geven een hulpvraag op en dan kunnen we gericht gaan kijken, is het inderdaad zo? En dan bieden we meteen adviezen op. Mm-hmm. En dan gaan we mensen ook begeleiden. In dat kader werken we ook samen met HJ Agro. Dat is een van de zadenbedrijven hier in Suriname. We werken ook samen met de Rijksvaan. En Rijksvaan die biedt al zaden aan kleine boeren die kwalitatief goed zijn. Mm. Dus van daaruit probeer je met een kwaliteitsslag dan verder te gaan aan die boeren die het nodig hebben. Yeah. En we willen eigenlijk meer en meer boeren gaan bereiken. En daarom werken we ook al jaren samen met het ministerie van LPV om te zorgen dat die boeren de juiste zaden ook krijgen. Okay. Het is een langzaam proces, maar het gaat gestaag. En dus ingewikkeld, want Suriname is geen groot land. Ja. Dus voor een zaadbedrijf is Brazilië veel interessanter dan Suriname. Ja. Alleen, ik ken heel veel mensen in het zaadvak. En zo net als meneer Simon Groot van East West ziet van joh, Suriname, doe er nou wat aan. Nou, we hebben nu zaden uit Thailand en die komen hier ook binnen. En dat zijn de zaden die eigenlijk heel goed passen in Suriname. Dus het moet gebeuren, maar het is net niet de interesse. Maar aan de andere kant, als al die zaadbedrijven Nederlands zijn en we spreken hier Nederlands en het gaat over tuinbouw, kom op, dan moeten we iets voor elkaar krijgen. Ja, ja. Is er ook een samenwerking met CELOS? Misschien via het LVV. Oh, wij werken met LVV met samen LVV. En LVV werkt met CELOS. Mm-hmm. En ik weet dat CELOS het onderzoeksinstituut. Ja. En die werken dus samen met CELOS en er zijn de directeur van CELOS is uitgenodigd op het congres. Mm-hmm. En die heeft al vaker gesproken, mevrouw Demon heeft al vaker gesproken op het congres. Ja. Ja. En is het een eendaags congres? Ja. Eendag? Oké, misschien kunnen we even het programma doornemen, want net wat u zei, het is een beetje interactief of... Ja, het is interactief. Mm-hmm. De dagvoorzitter is mevrouw Rosita Leeflang mm-hmm. en die gaat het programma een beetje aan elkaar praten. Mm-hmm. Rond 8:15 zal de minister Parmesar, die zal vermoedelijk vervangen worden.
gaan praten over de economische potentie en de speerpunten in de landbouw. Okay. Wat ze nu al aan het doen zijn. Mm-hmm. Er zou ook gesproken worden over het SAMA-project, dus het project voor kleine landbouwers hier in Suriname. Ja. Die moeten zich gaan indienen en daar krijgen ze een bepaalde vergoeding voor. Precies. En hopelijk worden ze daar goed bij begeleid. Mm-hmm. Mevrouw Helene Bos, die is van Rijksvan en die, mm-hmm. die doet projecten in het buitenland met, laten we zeggen, dezelfde structuur als in Suriname. Duurzaam inderdaad. Mm-hmm. Zij heeft onlangs een demostation opgezet om te kijken of die groenten en die zaden goed hier gedijen in Suriname. Zo. Als dat het geval is, dan kunnen veel meer mensen ook bereikt worden. Mm. En nou, meneer Baan die gaat praten over de situatie in het veld en over gezondheid en waarom dat belangrijk ook is. Mm-hmm. We hebben een aantal deskundigen in het veld gebracht, waaronder Stanley Oosthuizen, Nisha van HJ Agro en Farsha Boersharat. En die gaan praten over de situatie in de praktijk en waar de kleine landbouwers tegenaan lopen. Ja. Zodat iedereen die daar in het veld zit, hoe de situatie ook is. Mm-hmm. En daar kunnen ook directe vragen over gesteld worden. Dus het wordt een interactief gebeuren. Ja. En dat is eigenlijk een stukje van de seminar. Mm-hmm. En het hoogtepunt. De koffiepauzes zijn belangrijk. Ja. Ja. Nee, hoogtepunt is de award uitreiken. Precies. En dat is echt heel leuk om te doen. Want we gaan eerst beginnen met, laten we zeggen, de verantwoordingsfilms. Die gaan we afdraaien. En dan gaan mensen vertellen hoe ze hun geld besteed hebben. Oh, okay. En welke ontwikkeling ze gemaakt hebben. Zo. En daarna komen de films van de genomineerden. Mm-hmm. Dus dan wordt de spanning opgevoerd. Hoeveel zijn er? Drie. Ja. Ah. En dan komen de juryrapporten en dan wordt de winnaar uiteindelijk bekendgemaakt. Geweldig. Ja. We hebben ze gisteren allemaal bezocht, dus we zijn heel, heel nieuwsgierig. Heel nieuwsgierig. Ik ook, we zullen er ook bij zijn om het vast te leggen, omdat ik denk dat dit echt iets is dat veel meer Surinamers meer over moeten weten, want het is, er zit potentie in. Er zit en geld en belangrijk gezondheid. Dat is toch te mooi? Is toch heel mooi, heel ja. mooi. En hierna, na dat congres, is er een follow-up, wat gebeurt er dan? Ja, die winnaars worden eigenlijk altijd begeleid. Kijk, je maakt een film van je bedrijf, mm-hmm. dat kan je gebruiken, ook in je verkoop van je product. Altijd terug te vinden op internet. En dat doen, ja, die jeugd doet dat alleen maar. Die zit alleen maar op internet te kijken van hoe doen andere mensen. Dus die filmpjes zijn ook gelijk voorbeelden voor andere telers. Mm-hmm. En die mensen komen allemaal terug naar het congres. Dus je hebt ook hun eigen netwerk en feedback enzovoorts. En als ze hulp nodig hebben, geef een seintje. Ze kennen me te vinden. Nice. En we beantwoorden de vragen. Geweldig. Ja. En het is een jaarlijks terugkerend? Het is een jaarlijks terugkerend. En mensen die hulpvragen hebben, kunnen naar www.stdons.nl. Mm-hmm. En daar kunnen ze hun vraag ook stellen. www.stdons. Ah, ja. .nl. Ja. Oké. Okay. Nou. En dan proberen we in ieder geval zo goed mogelijk de juiste hulpvraag aan de juiste mensen te koppelen. En waar we meteen het probleem kunnen aanpakken. Door dat. Helemaal. Daarvoor hebben we in ieder geval iemand uit de landbouw als voorzitter. Je bent met zijn hart op de juiste plek. En hopelijk dat men alle tips en adviezen van u meeneemt, zodat we echt een gezond Suriname zullen hebben. Ja. Ik moet ook luisteren, want ik drink thee met suiker. Nee, je moet echt luisteren. Dus ik moet thee zonder suiker. Nadenken, wat kost de suiker? Oh ja, wat kost de suiker? Het boek heet Hoe duur was de suiker? Ja, ja, ja. Nou, mag ik u heel veel succes toewensen? Misschien kunnen we een ander keertje komen om te praten ook over diabetes type 2. En diabetes hoe je dat... type 2, ik vind dat heel interessant. Je hebt een goede huisarts hier in Suriname. Ja? Die kunnen het heel goed uitleggen. Ja. Oké. Okay. Hebben ze mij niet voor nodig. Hebben ze, oké. Okay. Maar in elk geval, het gaat erom, eet gezond en daarmee kun je voorkomen dat. Ja. Niet alleen eet gezond, maar sport. Een beetje, beweeg een beetje en dan ga je het meteen ook merken. Oké. Kijkers, u heeft het gehoord. Ik ook, want ik moet ook een beetje gaan bewegen. En thee drinken zonder suiker. Het is een proces, hè? Ja? Of direct, rigoureus. Maar de moeite waard, hè? De moeite waard, ja. Want we willen allemaal een paar jaren verder leven. En als we dat kunnen, door gezond te eten en een goede, gezonde levensstijl op na te houden, dan denk ik dat het lukt. Dus, u volgt het. Morgen is het congres in Torarica. En het is een congres waar men gaat praten over teeltechnieken, zaden en irrigatie op maat voor de duurzame landbouw in Suriname. We blijven het volgen en u krijgt meer over het congres in het nieuws van ATV.
U gaat niet weg, want zo dadelijk ben ik er met een ander onderwerp. Tot zo.